Ik wil dat je ook een beetje Italiaans praat deze video. Oké, weg met die belletjes. Nina en Elise van Chicks of Food. Buongiorno! Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Chicks Love Food. Elise en Nina. En vandaag gaan we je allerlei soorten koffie leren maken. We hebben in een eerdere video al van alles over koffie verteld. Hoe wordt de smaak bepaald? Hoe maak je latte art? Hoe maak je latte art? Geef eens wat credits. Kan zelfs de beste. Vandaag gaan we door op koffie en richten we ons op hoe maak je de verschillende soorten melkkoffies. Precies, want we kennen natuurlijk de cappuccino en de latte macchiato. Heb jij Flat white. Heb jij het idee wat het verschil is? Nee. Weet jij het verschil tussen een lungo, een espresso en een ristretto? Nee. Nee, dat is niet helemaal waar. Inmiddels wel. Inmiddels wel, maar tot voor kort niet. We zijn helemaal ingedoken. Wij zijn helemaal ingedoken en bijgepraat. En we gaan je vandaag meenemen in de wereld van koffie en vooral melkkoffie. Ik heb hier een lungo, 110 milliliter. Lungo is dus gewoon een koffie die je zwart drinkt. Gewoon een bakje zo. Ja. En als je denkt, ik moet even een shotje hebben, dan neem je natuurlijk een espresso, 40 milliliter. Ja. Met een espresso ga je vervolgens melkkoffies maken. Dus deze speelt de hoofdrol vandaag. Ja. En dan heb je ook nog een ristretto, 25 milliliter. Heb jij dit ooit wel eens besteld? Nee. Ik ook niet. Dat is echt even een shotje. Echt niks. Goed, dat was de basis van de zwarte koffies, zeg ja. Maar. En met die espresso gaan we aan de slag. Wij gaan de koffie vandaag maken aan de hand van de espresso cups van Loor. Heb je nou een bonenmachine? Dan kan je het beste voor dus de melkkoffies sterke bonen gebruiken zoals de Onyx of de Forza. Forza. Ik wil dat je ook een beetje Italiaans praat deze video. Oké. Grazie. Ciao. De cappuccino, 40 milliliter espresso. Deze hebben we gekozen. Ja. De Or Absolu. Die is lekker krachtig en kruidig. Heerlijk met opgeschuimde melk. Die opgeschuimde melk, die ga jij nu maken. Ja, dat doe ik gewoon met een opschuimertje. Volle melk, hè? Ja, volle verse melk. Dan heb je de lekkerste smaak. Melk is klaar. Maak ik hem open. Nou, hier is jouw personal barista. Ik heb zin in dit koppie, die is voor mij. Want ik tik allereerst alle belletjes eruit. En dan ga ik walsen. En dan zie je dat die melk een beetje gaat glimmen. Ja. En je doet dus nu de gestoomde melk en de opgeschuimde melk door elkaar. En dan giet ik het straks in één keer bij de koffie. Want wat is de verhouding van een cappuccino? 1/3 koffie, 1/3 gestoomde melk, 1/3 opgeschuimde melk. Schrijven jullie allemaal mee? Nou is die mooi silky. En dan komt die aan. Wat mengt dat mooi, hè? Mooi, hè? Dan heb je echt in iedere slok ook die koffie zitten. Wat heb je dat goed gedaan? Dank je. Aan jou de eer. Grazie. Prego. Door naar de flat white. Marcel's favoriet. Waarom? Omdat je niet dan zo alleen maar melk proeft, maar meer koffie. Met maar een klein beetje opgeschuimde melk. Dat is een flat white. Kijk, echt beduidend meer koffie. Ik heb 2 espresso's gemaakt met de ristretto. Nummer 11, dus dat is echt expressief en krachtig. En daar gaat dus weer melk bij. Weg met die belletjes. Nou, hij is lekker lobbig, niet? Heerlijk lobbig. Nou, dan gaan we dit keer dus 2 delen koffie, 1 deel melk. Ik wil graag dat je een beertje maakt. Dat kan ik niet. Ik kan maar een hartje. Je ziet ook dat hij echt veel bruiner is. Ja, dat komt omdat je meer koffie hebt. En omdat je het mengt. Gaan we door naar de café latte. En dat is dus ook wel koffie verkeerd. Want het is eigenlijk best wel een slappe bak. Je hebt koffie en daar doe je melk bij. Ja. Ik heb hier de melk. En denk je, nou, dit is hetzelfde als een cappuccino. Nee, nee. No. Ik ga namelijk niet walsen. Ik schenk alleen de gestoomde melk in de koffie. Dus het schuim blijft eigenlijk achter in het apparaatje. Jij mag hem proeven, Nien. Oké. Lekker. Je hebt meer dunne melk dan bij de cappuccino. Dat proef je ook echt? Ja, dat proef je ook echt. Ja, inderdaad. Leuk, hè? Maar nog steeds wel een beetje dat lekkere schuimlaagje. Mm. Oh ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Door naar de latte macchiato. Dat is echt zo'n grote koffie, een groot glas. En dat is dus echt meer melk en weinig koffie. En wat betekent macchiato? Vlekje. Ofwel bevlekte melk eigenlijk. Ja. Want het grote verschil is, je hebt eerst je melk en daarbij gaat die koffie. Wat voor zo'n klein vlekje erop zorgt. Daar gaat hij. Een heel glas vol lekkere, lobbige melk. En daar heb ik hier de koffie in gemaakt. Als ik het er nu gelijk bij zou doen, dan krijg je dus weer een koffie verkeerd. Je moet echt 8 tot 10 seconden dit laten staan, zodat het geschuimde melk naar boven komt en dan die gestoomde melk naar beneden. En als ik dit dus heel netjes met zo'n kannetje erin schenk, als je nou niet zo'n kannetje hebt, dan moet je even iets anders nemen met een tuutje,
dan moet dus de koffie tussen die gestoomde melk en de geschuimde melk komen. En dan heb je dus die mooie lagen. Moment van de waarheid. En dit is dus met een cafeïnevrije espresso gemaakt. Ik drink overdag alleen maar cafeïnevrije koffie als ik dan nog een kopje koffie neem. En dat doet dus niks af aan de smaak. Je hebt echt gewoon dezelfde intense smaak als een andere espresso met cafeïne. Hij is voor mij toch? Hij is voor jou. Maar zie je? Dit is dus echt heel wit in vergelijking met al die andere koffies. En je ziet echt die mooie lagen. Mmm. Hij is echt heerlijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit zijn natuurlijk de meest voor de hand liggende koffies met melk. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel koffiespecials tegenwoordig. En laten we nou als laatste in deze video nog even heel snel een leuke koffiespecial maken. Met karamel. We gaan dus een latte macchiato-achtige koffie maken met karamelsmaak. En dan doen we niet de karamelsmaak bij de koffie, want dan behoud je de smaak van de koffie niet. Maar ik doe de smaak bij de melk. Dus voordat ik ga opschuimen, doe ik een scheutje siroop in de melkopschuimer. Daar gaat hij weer. Zet ik ondertussen weer een espressootje. Ik pak de nieuwe smaak. De Or Rose. Die is best wel mild. Ja, het ruikt echt heerlijk. En deze weer even 8 tot 10 seconden laten staan. Mag ik nou een keer schrijven? Kijken of ik het net zo goed kan als mijn buf hier. Hier zat ook opperste concentratie. Mijn vlek hier is wat groter dan het jouw vlek was. Maar. De laagjes hier. Eerlijk is eerlijk. Ook hier een ongelofelijke barista naast me. En wat doe ik er dan op? Karamel popcorn. Dan hoef je geen koekje erbij te serveren. Maar dan doe je het gewoon zo. En die prik ik erin. Hoppakee. Dat is helemaal niet nat dan. Het was mijn beurt. Helaas. Ja. Echt heel lekker. En zelfs als je niet van koffiespecials houdt, denk ik dat je dit ook lekker vindt. Proef maar, want het is niet zo mierzoet. Dat waren ze! Na het kijken van dit filmpje ben jij natuurlijk echt een koffie-expert. Aanstaande woensdag gaan we weer lekker samen bakken en dan maken we een cake met Griekse yoghurt. Bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken. Doei!